Oh, ik zet er net niet op. Even iets omhoog draaien. Zo. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Dit is, zal ik zeggen, de eerste vlog van het weer wekelijks vloggen. En fingers crossed dat ik het nu niet vergeet om de hele tijd te vloggen. Want het zou zo jammer zijn. Want ik vind de tijd die ik nu heb met Olivia zo leuk. En gewoon mijn leven ook echt zo leuk dat ik het eigenlijk gewoon echt wil vastleggen. Zodat ik later kan terugkijken en denk, oh, dat was zo'n leuke tijd. Dus ik hoop dat ik niet vergeet te vloggen. En natuurlijk ook, zodat jullie mee kunnen kijken. Laten we vooral beginnen. Het is zondagavond. Ik heb net geëdit de vlog van de afgelopen 5 maanden. Olivia is nu 5 maanden en 4 dagen. Daarna heb ik gekolfd. Laten we maar meteen met een niet zo leuk nieuwtje in huis vallen. Vind ik. Misschien denk je echt, meid, waar maak je druk om? Maar dit vind ik echt. Ja, ik vind het echt heel, heel erg. Ergens. Maar aan de andere kant. Nee. Ja, het is heel raar. Aan de ene kant denk ik, oh, het wordt zoveel makkelijker als ik stop. Oh, ik heb nog niet gezegd wat ik ga doen. Maar Nikki en ik hebben overlegd. En ja, we zijn ook bij het consultatiebureau geweest. En mijn productie, ik wist al dat mijn borstvoedingsproductie achteruit aan het lopen was. Omdat ik zo druk ben met werken. Denk ik tenminste. Er zijn meerdere aspecten die daaraan bijdragen. Maar we hebben dus besloten om nu het borstvoeden af te bouwen. En dat we overgaan op kunstvoeding. Ik ben heel blij, want ik heb het 5 maanden volgehouden. Mijn doel was dus 6 maanden, dus dat heb ik niet gehaald. En ja, daar kan ik best wel verdrietig van worden ook. Ja, ik vind het gewoon echt zo jammer. Ik wil daar gewoon echt heel graag zo lang mogelijk voeden. En aan mijn borst. Alleen, er is een overweging. Op een gegeven moment, hè, het is ook op het moment niet mogelijk om geen inkomsten te hebben. Dus ik moet werken. Sommigen zeggen, ja, nee, ja, nee. Nikki, je verdient niet genoeg om voor ons allebei te zorgen, zullen we zeggen. Voor ons alle 3 te zorgen. En we hebben een hypotheek. Ja, dat gaat gewoon niet. Dus ik moet werken. En dat is ook helemaal niet erg. Want ik vind werken super leuk. Maar ja, daardoor heb ik. Nou, ik zal niet zeggen dat ik gestrest ben. Maar ik denk dat mijn lichaam wel een soort van stress ervaart. Omdat ik ook gewoon weinig tijd heb. Voor mezelf, zullen we zeggen. Om tot rust te komen. Op te laden. En daar leid je borstvoeding gewoon onder. Mijn een in ieder geval. Dat hoeft niet te betekenen voor anderen. Dus dat is eigenlijk het eerste nieuwtje. Wat nu eigenlijk een beetje gaande is. Wat hoor ik nou? Is een Nagini in de kast? Dus daar zijn we nu mee bezig. Maar ik heb dus wel gekolfd. Want mijn borsten zaten een beetje pijn. Ik dacht als ik zonder te kolven naar bed ga. Dan ga ik het niet leuk vinden. Ik denk dat ik morgenochtend ook, als ze wakker wordt, dat ik wel haar ga voeden. Want ik denk niet. Ik zet even de afwasmachine aan. Ik denk gewoon dat ik het niet zo goed kan, het afscheid nemen van het borstvoeden. Dan heb ik voor morgen 2 flesjes staan voor de opvang. Want ze gaat maandagdag altijd de hele dag naar de opvang. Dus ik krijg morgen 2 borstvoedingsflesjes naar de opvang. En kunstvoeding. Krijg ze ook. Oh, wacht. Ik bedenk er nu ineens. Ik heb iets vergeten te drinken. We gingen vandaag naar een verjaardag. En dit is wat we brachten. Heel veel spullen voor je baby. Ze neemt tegenwoordig, zijn we haar hapjes aan het introduceren. Dus dit was Pompoen, een zeer geslaagd hapje. Iets minder geslaagd omdat de ei doorheen zat, maar dat is voor de allergieën moet je dat ook af en toe meegeven. Oké. Die doet het toch? Waarom begint hij nou niet te grommen?
Start drukken. Nee. Hij gaat het wel doen. Oké, dit wordt weer een heel lang verhaal. Ik moet vast heel veel knippen hieruit. Dus dat is wat er aan de hand is. Dus borstvoeding gaan we afbouwen. Daar heb ik het heel moeilijk mee. En misschien is dat ook wel de reden dat ik het vloggen wat meer oppak. Zodat ik ook dat emotionele ei, wat ik in me voel, kwijtraak. Of kwijt kan. Dat ik erover praat. Ja, het klinkt echt super dramatisch. Maar ja, zo voelt het echt een beetje. En ik heb ook opgezocht waar dat door komt. Dat ik me zo slecht erover voel. Dat ik stop met borstvoeding geven. En dat zit in je oermens. Zal ik maar zeggen, oervrouw zijn. Daar zit, ja, vroeger werkte. Of ja, als oermens hoefde je natuurlijk niet te werken. Als jij hoefde het baby's te baren. En voor baby's te zorgen. Dat was wat jij deed. En misschien het eten koken voor de mannen. Die het eten brachten. En jagen. En noem maar op. En ja, vanuit jouw oergedachte. Die denkt, oké, baby voeden. Dat is wat je doet. En als jij dan stopt daarmee. Dan denkt jouw lichaam. De baby is dood. Want je bent gestopt met borstvoeding geven. En daar komt dan een soort automatische rouw en verdriet uit. En dat is wat ik op het moment voel. Want we hebben al minder productie natuurlijk. En we hebben één flesje al vervangen door kunstvoeding. De lunchfles, zal ik maar zeggen. Dus dat is wat ik best wel moeilijk vind. En ja, ik vind Instagram ook niet echt het platform om daar heel erg uitgebreid over te praten. Omdat het zijn allemaal korte filmpjes. TikTok hetzelfde. Dus ik dacht, ja, YouTube is misschien een beter plek om daar iets over te delen. Ik heb wel echt, als ik terugkijk op mijn afgelopen 5 maanden, het was echt wel een struggle om borstvoeding te kunnen geven. Maar ik ben heel blij dat ik het 5 maanden heb kunnen doen. En ja, we gaan dus nu over op deze. Maar dit is gewoon degene die ik zag staan in de winkel. Ik heb daar echt verder niet naar gekeken, want ik dacht, het is toch niet zo goed als borstvoeding. Dus dat is dan ook een beetje stom. Maar dan kijk ik daar ook verder niet naar. En ja, ik kies gewoon wat de meeste ouders kiezen. Of die op ooghoogte staat in de supermarkt. Ik moet eigenlijk naar bed, want het is echt laat al. En Olivia komt vannacht sowieso nog een keer. Maar ik wilde eventjes haar badpak laten zien. Want dat is echt zo schattig. Kijk, dit is haar badpak van het moment. Maar dit is maat. Zien. Hoe schattig. Heeft Nikki uitgekozen. Ik zeg tegen hem, neem even. Oh, 62, 68 wel. Neem even een badpakje mee voor het babyzwemmen. Dus dan heeft hij deze meegenomen. Want hij wou geen roze, omdat het een meisjesachtig is. Vervolgens haalt hij iets met allemaal tuten en franjes en zo. Vet schattig. En ik heb dus deze nieuw gekocht, want ik dacht dat het een andere maat was. Maar ik dacht dat ze hier is bijna uitgegroeid. Deze lijkt toch echt wel groter. Ja, deze is ook groter. Maar deze is ook heel schattig. Deze van de Vibra trouwens. En ik heb er nog een maatje groter ook gekocht. Want we hebben dus een vakantie geboekt in november. Dus daar moet ze nog heel lang voor groeien. En ik dacht, dan kan ze de volgende alweer aan. En wij gaan sowieso iedere vrijdagochtend ga ik baby zwemmen met haar. Het is nu zomerstop. Maar de zomervakantie is bijna voorbij. En dan beginnen we weer met iedere vrijdagochtend baby's bij mij. En dat is super leuk. Dus dan ga ik gewoon lekker. Daarvoor heeft ze gewoon altijd een badpak aan. Ja, zo werkt het nou eenmaal. Ik ga dit morgen opruimen. Ik zet het nu gewoon terug in de tas. Oh. Ik ben echt veel te veel aan het praten. Maar goed. We gaan nu naar boven. Ik heb de fles. Die ga ik geven aan Olivia. Dat doen we trouwens al heel lang hoor. Deze fles om 11 uur. Die geven we altijd al een fles. Maar dat is dus afgekolfde melk. Dus geen kunstvoeding, maar gewoon borstvoeding afgekolfd. Zodat we precies weten wat ze krijgt voordat ze naar bed. Of echt de nacht ingaat. Dus die ga ik nu geven. En daarna ga ik naar bed. Dus ik zie jullie morgen. Doei! Goedemorgen. Het is inmiddels maandagochtend. En dat betekent dat Olivia vandaag naar de opvang gaat. Dus ik ga even haar tas inpakken. En ik dacht dat is wel leuk om op de vlog te laten zien. Even kijken, ik doe de slab erin.
Moet ze de piano mee? Nee, dit is voor de slaap bij het Kopavoma. Een steen. Die is nog van vorige week. Van, die kun je desinfecteren. Deze had ze vorige week geleend. Dus die moet ik terugbrengen. En dan een romper met lange mouwen. Een shirtje, broekje, sokjes. En een heel pak. Ja, het is een beetje gek, want het wordt vandaag kouder. Ze heeft gewoon een pak aan, dus ik doe dit gewoon er allemaal in. En dan zien we het wel. Dan ga ik een fles inpakken. Ze ligt ondertussen achter hier in de box te spelen. Zo schattig. Even deze afdrogen. Deze in. In. Oké, ik doe dit er ook even terug in. Flessen in, stenen in, bakje erin, slabber erin. En dan moet ik een hapje 's ochtends en 's avonds. Dat geef ik mee. Dus dan hebben we hier de pompoen. Wacht, ik wil dat even laten zien. Twee dagen peer en één dag pompoen. Dus ik moet vandaag ook schone groentjes maken. De pompoen gaat in de grote bak. Zo, draaien we dicht. En dan gaan we hier de peer in. Ik heb nog twee peer voor deze week. Dus die is ook klaar. En dan doe ik... Ze krijgt één flesje met kunstvoeding. Met lunchtijd. En de andere twee zijn... gewoon borstvoeding heb ik in de koelkast staan. Dus deze vul ik met 6 scheppen. Ik eet zelf altijd pas als ik haar weggebracht heb. Dat is eigenlijk omdat het al 8:30 is, dus ze moet voor 9:00 er zijn. Als zij nou vroeger wakker is, want ze was vandaag om 7:45 wakker. Lekker uitgeslapen. Als zij nou vroeger wakker is, dan ontbijt ik wel nog voordat ik haar wegbreng. Kijk, en dan heb ik dit torentje nu. Dit is voor het eerst hoor, dat ik dit heb. Hapjes, een poedertje. Twee melk voor elk. Nee, niet voor elk. Alleen voor Olivia. Ja, zal ik ze hierin doen? Ja, dat is ook niet goed. Ik ga het duidelijk met deze koeken. Dus die doe ik zo hier. En dan breng ik er altijd met de buggy, met de kinderwagen, naar de opvang. Dus dat ga ik nu doen. Maar eerst ga ik nog even vitamine geven en dan is het klaar om te gaan. Ja, met de rugzak op de rug. Gaan we naar het kinderdagverblijf. Madameke ligt er al lekker in. Ja, dan gaan we naar het kinderdagverblijf, hè? Vrolijk meisje. Hier lopen we dan. Naar de kinderdagopvang. En dan ga ik een hele dag werken als er is. En dan met de lege kinderwagen terug. Ja, zolang het droog weer is en lekker warm, breng ik haar gewoon lekker met de kinderwagen naar de opvang. Het is wel een beetje dom om met zo'n lege kinderwagen terug te lopen. Maar we zijn wel lekker buiten geweest op zo'n dag. Dat is dan wel weer lekker. Maar ja, het gaat vanmiddag regenen, dus waarschijnlijk vanmiddag
weer ophalen met de auto. Ik zie dus nooit andere ouders hun kind wegbrengen met de kinderwagen. Wel met de fiets, maar niet veel. Echt superveel met de auto. Maar ja, als je echt ver weg van de kinderopvang woont, dan snap ik dat wel. Maar echt heel veel met de auto. Maar ja, als je dan ook daarna meteen door moet naar je werk, dat is natuurlijk ook een hele andere situatie dan bij mij. Ik werk natuurlijk gewoon thuis. Maar ja, ik ga nu de camera wegdoen en streamen thuis. Dus ik zie jullie weer na het streamen. Ik ga even het bootje maken. Ik heb net gestreamd. Net klaar. 3,5 uur. Echt heel lang voor mijn doen. Kijk, ik heb dat nooit kunnen doen de afgelopen tijd. Omdat ik altijd moest golven tussendoor. Nu natuurlijk niet. Maar nu voelt het heel gek om niet te golven. Dus ik ga wel golven. Want ik kan het anders niet aan, denk ik. Dus ik ga nu golven. Kijken hoe het gaat. Ik denk dat ik 1 keer golf dan vandaag. En dan geef... ja, ik weet het niet. Geef ik haar de borst als ze naar bed gaat. Dan zitten ze weer vol, denk ik ook wel. Ik weet niet zo goed hoe ik dat afbouwen moet doen. En ik wil het niet meer op internet opzoeken. Want overal staat op het internet. Nou, je moet pas na 6 maanden stoppen met borstvoeding. Borstvoeding is de beste optie. Wil je afbouwen met borstvoeden? Doe het pas na 6 maanden. En ik dacht, ik ga het gewoon niet meer lezen. Ik wil gewoon informatie over als je wel stopt met borstvoeding. Ik hoef niet te horen hoe slecht het is van mij als moeder dat ik stop met borstvoeding geven. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Dus ik ga het niet meer opzoeken. Ik ben er klaar mee. Tostietje gemaakt. Even in het ijzer doen. Even een feel-good YouTube filmpje opzetten. En dan gaat de middag beginnen. Dan ga ik in de middag ook weer werken. Maar dan niet streamen, maar met mails beantwoorden. Wat dingen vast inplannen. Want ik heb een hoop samenwerkingen die er aan gaan komen. Echt superleuk. Daar ben ik echt mega enthousiast over. Dus daar ga ik van na de lunch mee aan de slag. En dan zit de werkdag er al weer op, want dan moet ik denk ik wel een beetje gaan boodschappen doen en koken en zo. Maar ja, we gaan het zien. Eerst lunchen. Zo, ik heb geluncht. Ik heb een theetje nu gemaakt. Ik ga achter mijn computer weer zitten. Even wat dingen voor werk doen. Maar er kwam net een pakketje binnen en ik dacht, ik ga dat even unboxen. Als ik een beetje mineurig klink, dat komt gewoon door het kolven en het stoppen met borstvoeden. Die fase, ik ben er gewoon... Ik merk gewoon dat het me veel meer doet dan dat ik hoopte dat het me zou doen. Dus sorry daarvoor als ik een beetje sippig klink of zo. Want zo voel ik me ook, denk ik. Tommy Hilfiger bestellingen. Want er was een hele grote sale bij Tommy Hilfiger. En ik vond dit leggingje zo schattig. Kijk nou. Het is maat 80 hoor. Dus ze moeten er nog even in groeien. Maar hoe schattig. En dan zit dat bandje aan de bovenkant zo. En hier het labeltje. Volgens mij, deze was nog geen... Er staat geen prijsje bij. Kan je niet zeggen wat die nou kosten? Of staat het hierop? Nee. Gratis, denk ik. Zet geen prijs op. Dus die had ik besteld. Maar ik had ook iets voor mezelf besteld. Omdat het, ik zocht dus sportieve slippers. Of sandalen eigenlijk. En deze waren afgeprijsd, dus ja, die wou ik wel eventjes proberen. En ik ben benieuwd of ik ze mooi vind. En of ze lekker zitten natuurlijk. Ja, dit zijn ze. En dan op de achterkant staat zo Tommy Jeans. Oké, ik moet ze even passen. Ik ga ze even passen. Let alsjeblieft niet op mijn teennagels. Oh, er zitten echt flinke platforms onder. Ik ga eventjes staan. Ik heb er nog niet op gelopen. Zo zien ze eruit. Ja, ik vind ze eigenlijk best wel tof. Maar ik ga het even aan mijn moeder vragen en aan Nicky wat hij ervan vindt.
En aan de hand daarvan ga ik ze houden of niet. Ja, ik vind ze wel echt tof. Voor sandalen. Maar misschien is het wel een hele hoge plateau. Ik ben wel echt een stuk groter zo. Oh, ik heb even 2 uurtjes gewerkt achter de computer. Ik ben echt helemaal gaar ervan. Dat komt omdat... Nou ja, de reden daarvoor is omdat ik een hele hoop leuke samenwerkingen heb die er aan zitten te komen. Echt superleuk, maar ik wil ze allemaal 100% goed doen. Dus er zit heel veel voorbereiding in. Ik wil gewoon niet dat er eentje meer aandacht krijgt dan de ander. Dus ja, zodoende. En het is eigenlijk een soort van zooitje na mijn zwangerschapsverlof in mijn planning. Want ja, met een kindje is het gewoon niet dat je kan zeggen, oh, vandaag gaat, ja, iedere dag gaat hetzelfde, weet je. Als zij op een ander moment wakker wordt, dan is je hele planning door de soep. Ik wil zeggen, ja, dan moet je er gewoon altijd om niet tot 8 uur laten slapen, maar om 6:30 wakker maken. Maar ja, sorry hoor, als zij om 6:30 niet wakker wordt, dan laat ik haar gewoon slapen, toch? Dus ik heb besloten, ik ga nu lekker boodschappen doen in de hoop dat dat een beetje, ontspannend is. En dan ga ik daarna koken, want dat moet toch ook gebeuren. Dus dat ga ik nu lekker doen. En dan misschien dat ik vanavond nog wel het een en ander doe op de computer. Ik bedoel, ik heb eigenlijk al de hele dag gewerkt nu. Oké, dit heb ik allemaal gehaald. Laten we hier beginnen. Brood. Ik wil dus toast maken met deze erop uit de oven. Als lunch van de week een keer. Dan heb ik deze. Gewoon een bruin brood. Deze is een nieuwe smaak. Ik wilde krokische thee, maar die hadden ze niet. En ik ben bang dat die helemaal uit de collectie is. Want ze hebben nergens hier in de winkel. Nou ja, mac and cheese dus. Veldsla. Nicky neemt dat altijd op zijn wrap. Wrappy met paprika, veldsla en zalm. En komkommer. Had ik een droge worst meegenomen omdat ik dat zo lekker vind. Drentse worst. Verhoudfolie was op. Dat is ook voor op de wrap. 2 bakken skier. Eentje met aardbei, eentje vanille. Mozzarella. Altijd goed. Ik had dus vanavond zin in andijvenstamppot. Dat is mijn comfortfood voor vandaag. En daar ga ik dus gehaktballen bij doen met jus. Avocado neem ik altijd op crackertje in de ochtend. Spekjes hoort bij de andijvie. Kipfilet. En dit is eventjes een chocoladestash die ik aan moet vullen. Gewoon omdat ik ga stoppen met borstvoeding geven. En ik mocht mezelf wel een beetje verwennen, vond ik. Dus dit is een beetje de boodschappenshoplog. Laat ik het allemaal even opruimen. Hallo, hallo. Het is inmiddels 8:45. Ik ben naar Culemborg aan het rijden, want ik heb personal training. Dat doe ik voortaan op maandagavond laat, omdat ik dan helemaal tot het gaatje kan gaan en daarna gewoon kan douchen en naar bed. En dat is echt top. Dus daar ben ik nu naar onderweg. En ik moet zeggen, vandaag was een goede dag. Veel dingen kunnen doen die ik wilde doen. En Olivia was lief, Nicky was lief, iedereen was lief. Ik heb hoop kunnen doen voor werk. Dus nu alleen nog even trainen. En dan zit de dag er gewoon alweer op. Ik vind ook, erg trots op mezelf, ik heb veel kunnen vloggen. Ik ben niet vergeten om te vloggen. Ik ben alleen vergeten om te vloggen het eindresultaat van het eten. Is dat nou het allerergste? Denk het niet. Dus nu alleen nog even trainen. En dan is het alweer dinsdag. Dus ik zou zeggen tot morgen. Toedeloe. Goedemorgen, het is alweer dinsdag en dat betekent dat vanmiddag Olivia naar de moeder van Nicky gaat om, die past altijd op dinsdagmiddag, daar lekker te spelen. William is er dan ook, neefje van Olivia en van ons. En ik dacht, ik ga heel eventjes wat maken, want we hebben geen hapjes meer. Dus ik ga zoete aardappelhapje maken voor haar. Kijken of ze dat ook lekker vindt. Ik had het verder helemaal niet meer gefilmd, maar hier zit dus
6 blokjes. Voor 6 dagen is dit. Zoete aardappel. En omdat ik dus meer heb gemaakt, heb ik alvast hier wat grotere porties. Voor als ze dadelijk 6 maanden is, dan mag ze een stuk meer. En die had ik de vorige keer ook gedaan met de flespompoen. Dus dan heb ik deze zakjes. Zo, hier zit dus 50 gram in. Flespompoen. En ik heb ook nog zakjes met 75 gram flespompoen. En dit vind ze dus heel lekker. Dus ik ben heel blij dat ik die in mijn vriezer heb staan. Vandaag gaat ze voor het eerst de aardappel krijgen. Ik doe het hierin en dan staafmix ik het. En dan schep ik het dus in die blokjes of in die zakjes. Maar ze eet het dus bij Hattie, de moeder van Nikki. Dus ik ben benieuwd of ze het lekker vindt. Die mag ermee gaan struggelen. Nu ga ik de keuken even opruimen. Zij ligt ondertussen in bed. Dus ja, even opruimen en dan voor onszelf koken. We zijn wat uurtjes verder en ik heb inmiddels de was opgevouwen. Nikki had hem gedaan, verder de was. Dus ik heb het opgevouwen, ga het nu opruimen. En ik wil even laten zien, want ik heb een nieuwe broek voor het sporten gekocht. Want ik had echt allemaal broeken die niet meer pasten. Ik ben een beetje dikker geworden. Mijn heupen zijn wat breder geworden door mijn zwangerschap. Oh, en mijn buik moet ook echt bruiner worden. Kijk het verschil tussen mijn hand en mijn buik. Maar dit is van het merk Stronger. En hij zit heel lekker. Ja, ik heb echt een oma onderbroek aan nu. Maar hier kan ik wel weer in sporten. Dit zit wel lekker. Alleen het enige nadeel is dat ze de helft van het pakketje maar hebben opgestuurd. Kijk, ze zijn gewoon vergeten in te pakken. Bikershorts maat M. Ik dacht, ik probeer M en S. Dit is dus S. Zit prima. Maar de M zijn ze vergeten in te pakken. Dat kan wel.